De maritieme sector in Suriname heeft behoefte aan gender-evenwicht. Daarom streeft de Women in Maritime Association Caribbean Suriname ernaar om vrouwen in ons land een betere kans te bieden in deze sector. Onze redactie sprak hierover de voorzitter van Suriname, Tosca Pinas. WIMEC is een regionale groep vrouwelijke maritieme professionals die zich inzet voor het vergroten van de prestaties, participatie en bijdrage van vrouwen in de maritieme sector. Vanwege het feit dat slechts 2% van de maritieme sector uit vrouwen bestaat, is het noodzakelijk bewustwording hierover te creëren, meent Pinas. Niet dat we zeggen van dat mannen weg moeten, maar waar er mogelijkheden zijn dat meer vrouwen kunnen komen, daar zijn we ervoor. Dus wij zijn een faciliterende organisatie, we zijn geen bedrijf. Dus we gaan geen mensen in dienst nemen. Wat we wel doen in die faciliterende rol van ons, kijken we naar die mogelijkheden die er zijn. Als we ook kijken naar de SDG's, ook qua onderwijsmogelijkheden in Suriname, internationaal, regionaal. Kijken naar decent work, en dat is waar wij praten over die maritieme sector. Kijken we naar gendergelijkheid, die bewustwording van die vrouwen op gang brengen. Dan proberen wij dan die twee te connecten. Pinas zegt dat het de bedoeling is meer vrouwen te interesseren over de verschillende mogelijkheden van de maritieme sector en deze kwalitatief aan te vullen. In de sector liggen dan ook vele mogelijkheden klaar voor de vrouwen. Waarbij als er een bepaalde vraag is aan de ene kant en die behoefte er is, dan kunnen wij vanuit WIMEC erop toezien dat die vraag wordt ingevuld. Want echt mijn streven is dat tenminste één vrouw jaarlijks door een bedrijf vanuit WIMEC in dienst wordt genomen. Nu volgt een praktisch voorbeeld van een vrouw in de maritieme sector met een uitleg over enkele belangrijke machines. Dus wat hier in beeld is, zijn apparaten in het water, die we in het water gebruiken, om te kijken wat er onder water speelt. Dus de afdeling nautisch beheer, die is eigenlijk belast met het uitvoeren van projecten ten behoeve van het bevaarbaarheid van de Surinaamse wateren en het in kaart brengen van de rivieren en de zee. Dus dit is een sidescan sonar en zo'n apparaat die maakt film onder water. Dit hier is een single beam echo sounder en die meet diepte in de rivier, in het water. En dit is een stroomsnelheidsmeting en hier eigenlijk een ADC meter. En dit apparaat die meet dan stroomsnelheden en stroomrichtingen in de rivier.